Ja, okay. Daar zijn we weer. Kijkers en luisteraars in de topopstelling. Met Rob Jansen. Met een heel raar apparaat om zijn been. Daar zullen we straks ongetwijfeld over hebben. En met Wim. Die iets over de broodjes wil zeggen. Het begint een beetje broodjesgate te worden. En met René, die er vrolijk uitziet. Ja, nee, ik heb het prima naar mijn zin. Ik had verwacht dat ik jou zou aantreffen met wallen onder je ogen. Nee, valt wel mee. Ik ging, ik ging 5:30 naar bed. Super Bowl. Half 6, okay. Super Bowl gekeken. Oh, okay. Ik moet zeggen dat ik voor het eerst, Mies, voor het eerst begon het me... En dat was al een beetje. Maar gisteren begon het me echt tegen te staan. Met Taylor Swift en Lady Gaga, Usher en Distant Bieber. Te veel show. Ja, ze hebben het over niks anders meer. En dan denk je, ja, kom op jongens. Het is ook wel gewoon de sport. Het is de belangrijkste wedstrijd van de Amerikaanse voetbal, weet je wel. Zitten hun 3 uur lang over Taylor Swift te praten. Ja. Ja. Maar wat wil jij dan horen? Echt van die insight voetbal? Nee, maar gewoon ook mensen die... Hey Wim, ik heb weer wat nieuws gezien. Dat zijn 5 analisten. Vijf analisten. Zo op een rijtje. Zonder interviewer. Oké. Dus daar werd niets gevraagd. Oh, dat is wel dus leuk. Dus die gingen alle 5 zich om de beurt gingen ze zich heel druk maken over die wedstrijd. Dat doen wij toch ook hier? Dat is toch ESPN-programma? Nee, in Amerika. Nee, lieverd. ESPN had de Nederlandse, ja. Maar ook de Amerikaanse versie. Ja, die zitten gewoon naast elkaar op verschillende gebieden ook. Waar heb je het nou over? Geen flauw idee, wie ben jij? Nee. Heb je niet gekeken erop dan? Nee, joh. Nee, maar ik ga zijn techniek overnemen. Joh. Luister. Toch overal doorheen lullen. Ze hebben de Nederlandse, dat was gewoon Nederlandse dingen, maar ze hadden ook wat in Amerika uitgezonden. Dat is een ander land. Heel moe ben ik. Dat hadden ze ook. En toen, ik ook. Dat heb ik maar die zitten naast elkaar. Nee, je zit niet naast elkaar. Op elkaar. Nee, jongens, zitten naast elkaar vanzelf. Jongens, luister eens. Ja, Michel. Wim is een beetje moe. Dus niet allemaal zo door elkaar heen gaan zitten praten over allerlei onzin. Wim, dan maar even praten over zijn broodje. Wim moet even iets kwijt. Wim, mag ik ook iets tegen jou? Laat Wim nou eens praten. Nee, kom maar. Dit vind ik leuk. Ja, daar ben je weer vanaf. Eigenlijk, weet je wat zo sneu is? Dat door die Henderson, weet je wel, dat is zo triest. We hebben het allemaal 2 weken lang over die Henderson gehad. Weet je, Henderson. Maar eigenlijk, als je op Henderson gaat zitten letten, schiet jij gewoon in de lach iedere keer. Omdat er gaat die bal halen achterin. Ja. Dan zie je hem kijken. En dan denk je, hij gaat het echt doen. Maar dan speelt hij iemand die 2 meter van hem vandaan staat. Ja. En het is eigenlijk een beetje triest. Je moet niet op hem letten eigenlijk. Nou ja, maar het is natuurlijk ook triest dat het zo'n discussie is, toch, uiteindelijk? Weet je, hij is groter gemaakt dan die is, die jongen. Kan hij ook niks aan doen? En nu gaan ze allemaal zeggen, ja, ik kan niks. Maar ik denk niet dat hij veel anders doet dan hij deed altijd. Ja, zijn hele carrière speelt hij al zo. Alleen met betere spelers. Ja. Nou, kom maar met je. Mag ik het erover hebben? Ja, maar dit is niet leuk voor die mensen, joh. Voor welke mensen? Maakt niet uit. Die broodjeszaak. Die broodjes. Maar wat zit je nou met dat ding in je handen? Nou, voor het eerst was leuk dat begon is altijd. Zal ik echt zeggen wat ik vind? Je vindt het duur. Ik vind dat je... Nou, ik vind het heel duur. Maar nu zie ik ook, Rob, dat je gewoon... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 19, 24 broodjes heb besteld. Maar voor 6 man. Ja, maar dat vind ik veel. Hij heeft het toch ook altijd over van, dat vragen we even aan de redactie. Nou, er is helemaal geen redactie. Maar misschien in zijn hoofd wel. Daar heeft hij dus ook die broodjes voor gehaald. Ik ga er verder niks over zeggen. Het zijn hele lekkere broodjes. Aardig voor die mensen. Doe maar wat je altijd doet. Geef die bon aan Rob. En de broodjes zijn wederom van Jo van Eigen. Kunnen we niet daar die podcast op gaan nemen daar? Ja, maar luister even. We hebben ook nog het kaashuisje Nauta. Dat is Gentsestraat. Hele lieve mensen. En we hebben nu alle bonnetjes netjes betaald. Okay. Dus iedereen is weer gelukkig. Nou, prima, jongen. Hey. Dit brengen maar ik elke dacht week dat, jij, dat we die broodjes kregen, dat jij vorige keer zei. Ja, maar daar reageren mensen toch pissig op. Ja. En dat ligt gevoelig in de samenleving. Het is ook zo raar dat jij, als toch wel geslaagd zakenman, een crowdfundingactie begint om die broodjes te betalen. Nou, ik ben daar terecht op geweest. En ik heb ook heel veel verdriet gehad. Ja. Ik heb betaald vandaag. Ja, hebben jullie ook nog naar de Afrika Cup gekeken? Nee, zeker wel. Ja, René wel. Zeker wel, was ook leuk. Ik moest aan René denken, want wij hadden dus ooit de legendarische rubriek Uitsmijter. Lang geleden. Gingen wij altijd op maandagmiddag op maandagochtend in Reewijk. Laten we zeggen 10 jaar, nee, 12 jaar geleden. 2010 was dat. 12 jaar geleden, klopt. Ja. 2011 zat ik met René daar, naar al die onzin te luisteren. Toen was het WK onder 17. Daar loopt een speler rond. Als ze die bij Ajax niet nemen, zijn ze helemaal gek. Toen was hij 16 jaar, Haller. Ja.
En die stond nu na de winnende goal. En weet je wat het leuke was, Mies? Dat te vieren. Dat hij was toen al zo groot. Dus ik denk, ja, dat groeit nog. Is niet meer gegroeid, nee, moet ik zeggen. Maar hij was toen al zo groot. En ik vond hem voor zijn lengte behoorlijk bewegelijk nog. Dus ik stond er wel van te kijken dat je... Weet je, grote spelers zijn een beetje log vaak, hè? Haller is groter dan jou, denk ik, hè? Ondertussen wel, ja. Nee, ik bedoel, qua lengte. Ik ben een beetje gekrompen. Lul. Ik ben een beetje gekrompen. Dus toen... En ik moet jou eerlijk zeggen dat... Wat jij zegt, hij speelde bij Auxerre. Ja, en toen ben ik hem ook gaan volgen. En toen, op een gegeven moment ging hij naar Utrecht. Ja. Ja. En ik moet... Auxerre, hij heeft niet veel bij Auxerre gespeeld. Dus dat hebben ze wel... Maar hij heeft wel alle vertegenwoordigende elftallen in Frankrijk gespeeld. En hij is nu... nu gaan ze er postzegels van maken en standbeelden. Dat hij kwam via die jongen die daar gespeeld had, Buut. Ja. Martel. Ja. Ja, die toch die DJ Martel. Met dat haar zo. Maar weet je wat gek was, Wim? Dat die Ruud en die Jury, die zitten ook tv te kijken. Die kijken te... Ik denk, ja, je zit niet op te letten. Bij elke dingen, met dat ze konden drinken... kwam die trainer naar die Haller toe. Die Haller was niet fit. Nee. Die was helemaal niet fit. Die kon niet lopen. Maar ik denk dat ze geen andere hadden om in te vallen in de spits. Ja, ja. Dus elke keer zei die trainer, ga nou door. Weet je, kom op, dan die trainer bij zijn hoofd pakken en zo. Hij wilde voor mij na kwartier al gewisseld worden bij de eerste. Dus, maar toen zei Ruud en Jury zeiden, hij is totaal niet bewegelijk. Je ziet hem amper lopen. Ik denk, ja, dat kon hij niet vandaag. Hij kon niet lopen. Dus het was al knap dat hij die bal met die punt zo... Dat was nog knap gedaan. Ja, waanzinnig gedaan. Met zijn voedsel, hè, met zijn teen eigenlijk. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb er niet veel van gezien. Want ik mis altijd Frank Kramer bij de Afrika Cup. Ja. Op de een of andere manier. Ja. Dat vond ik altijd zo'n geweldig fenomeen, die man. Ja. Frank Kramer. Echt en het is natuurlijk niet helemaal serieus te nemen. Nee, maar dat deed hij ook niet. Als er een keeper in het goal staat bij Nigeria die 25 kilo te zwaar is. Ja, dat maakt niet uit. En ergens in Zuid-Afrika aan de derde divisie keep. Die kon helemaal niet keeper op. Die kon echt niks van. Wij hadden bij Bordeaux zo'n Jan, hoe heet hij nou? Jozef Antoine Bel. En weet niet meer waar die vandaan kwam. Of nou, een donkere jongen. Uit Cameroen, ja. Keeper. Ja. Kon er helemaal niks van. Nee. Die gooide gewoon de bal in zijn eigen goal. Nee, echt serieus. Die maakt een uitworp en hij bedenkt zich. En hij gooit hem er zo in op een gegeven ogenblik. Dus ik ken niet heel veel goeie... Maar die dingen zijn zo nooit meer beter geworden. Onana was een aardige keeper. Ook helemaal weggevallen. Ja, maar dat vind ik wel een aardige keeper. Ja, maar wel veel fout op een gegeven ogenblik. Ook bij United natuurlijk. Ja. Zat hij nog in de goal bij United? Ik heb wel United zien spelen een stuk. Maar hij is me niet opgevallen. Zegt ook genoeg. Ik moet heel eerlijk zeggen, Wim, dat ik dat ook als ik de Nederlandse competitie zit te kijken, zit Heerenveen, Ajax, Feyenoord ietsje minder, maar ook dat die keeper maar overal bij betrekken. Ja, ja. Daar snap ik geen reet van. Ja. En die keeper heel uitdagend lang die bal aan zijn voet om die aanvallers te lokken. Ja, maar iedereen gaat die keeper bij het opbouwen. Die keepers zijn degene die eigenlijk het opbouwen gaan bepalen. Ja, ja. Die gaan bepalen of er achterin rondgespeeld wordt of dat die verder diep gespeeld wordt. Dan denk ik, ja, dat laat je niet door je keeper bepalen, man. Ben je er mee bezig? Jan Jongbloed mee begonnen, hè? Jan Jongbloed, die was de grondlegger daarvan. Vliegende keeper. Althans, dat wilde Johan Cruijff. Ja. Dat hij meevoetbalde. Ja. Dat ze zonden dat hij eigenlijk de libero was, dat hij Ariaan kon inschuiven bij het Nederlands zelfs in 74. Ja, dat werkte wel aardig. Dat werkte zeker aardig. Maar hij wilde het later nog extremer doen, hè? Een keer zonder keeper. Ja, zonder keeper, ja. Wel jammer dat het is hem uit zijn hoofd gepraat, geloof ik, door journalisten op de luchthaven of zo. Maar dat heb ik wel eens verteld. Of wat dan? Gewoon zelf. Hey. Ja, gewoon hoe het zo uitkomt. Echt totaal voetbal. Alle veldspelers. Mies. Dat was natuurlijk dat is met alles zo. Ik heb een keer bij Cruijff op visite gezeten. Met Van Basten. Ja. En die Cruijff kon hartstikke leuk over voetbal praten. Maar als je te lang over voetbal gaat praten, en op een gegeven moment gaat het over, waarom zou je in de laatste 5 minuten niet je keeper in de spits zetten? En de spits in doel. Ja, dat draait door. Daar haak ik af. Ja, ja. Jij niet, Wim? Nou, die spits in het doel. Maar er is ook tactisch nog een ander vraag. Daar schiet me uit de binnen erover uit. Ja. Ik vroeg ooit bij Fulham, dat was Franco Baresi, kortstondig manager. Ja. Is er die meneer die ook aardig kon voetballen bij Milan. En toen stelde iemand een vraag aan hem, ik weet niet meer wie. Was in de tijd van Basten en Gerrit van Rijkaard. Tactisch, hoe zat dat nou bij jullie in elkaar? En zei die Baresi, dat is niet zo moeilijk.
Hij zei, ik had de bal en die schoot ik naar voren. Ja. En die werd altijd opgepakt in twee instanties. Dat was de spits, Van Basten bij wijze van spreken, ja. En één daarachter. En dan sloten wij aan. En dan, hij zei, daar gingen wij voetballen. Ja. Nou, dat vond ik wel een geweldige opmerking. Ja. Dus hij simplificeerde eigenlijk iets wat waarbij misschien heel knap bedacht was. En wat helemaal niet zo simpel liep waarschijnlijk. Ja. Maar dat hij gewoon zei, nee, wij gaan spelen op hun helft. Ja. Dus dan moet ik wat overslaan. En wij wisten dat Marco aan de bal, of whatever, die daar toen liep, die hadden ook de bal. Weet je, die bal hadden zij. Het was niet dat die bal alle kanten op schoot. Mm-hmm. Die bal bleef aan het voetje. Ja, en dan schuiven we door. Dus die tweede bal, die hebben we ook. Ja. Nou, dan zijn we dat toch met z'n gaan we daar toch lekker voetballen. Vond ik wel leuk om te horen. Wat ik ook nooit snap als ik voetbal zit te kijken. Snap jij dat, Wim? Dat bijvoorbeeld voorstoppers, als je een duel aangaat, snap ik nog dat je dat kopduel wint en niet weet waar je hem heen kop. Maar ook heel vaak gewoon vrij. Ja. Dat je hem vrij wegkopt naar een tegenstander. Ja. Of dat je niet meer weet waar de bal is. Dat is niet zo moeilijk. Dat je voor de hem wegkomt, even kijken of er misschien een van de met dezelfde shirt aan vrij staat. Waar ik hem heen kan koppen, ja. Maar die doen dat niet, hè? Nee. Die willen hem weg, die koppen hem echt weg. Weg is weg. Je zou zeggen, ik kop hem even zo, hup, naar die... Nee. Hé, hey, René, even Michel erop. Ja. Je doet even niet mee. Dan. Ik heb gisteren... Nee, ik zei eerst René. Ik heb gisteren... volgens mij staat het op Viaplay. Ja. Die documentaire van Juventus, heb je die wel eens gezien? Nee. Moet je kijken. Ja, goed. Maar weet je wat echt de allermooiste man is die ik ken? Nou, nou mooi persoon. Mooi. Nee. Gianni Agnelli. Oh ja. Zo, il avvocato. Zat hij weer met Kissinger. Zat hij weer met Bill Clinton. Agnelli, die was toch van Fiat? Die oude. En dan ontving hij die... want hij bepaalde natuurlijk wel, want hij stak er zoveel geld... dat Fiat stak er zoveel geld in. Is dus dat ze elke... Het seizoen begint met voorbereiding. En dan moesten al die spelers met hun familie... moesten naar dat grote landhuis van hem. Daar is jouw huis niks bij, hè? Dat is een landgoed. Maar dat geloof en die moesten daar dan allemaal komen. En dan moesten ze verplicht voor hun... een oefenwedstrijdje spelen tegen de tweede elf. Wat een mooie man was dat, zeg. Niet normaal. Ja. En het is ook een geweldige club, de Juventus, hè, uiteindelijk. Ja, mega. Kijk, die zijn natuurlijk door die Mochi en zo... Mochi. Dat ze gingen omkopen. En die scheidsrechter waren ook allemaal gesprekken van opgenomen. Echt? Die Mochi, die scheidsrechter belt. En die dan gewoon maar zegt wie nam dat op, die scheidsrechter? Nou ja, op een gegeven moment kreeg... Ja, kennelijk. Of zijn de tapes afgeluisterd. Natuurlijk. En toen zijn ze dus teruggezet op een gegeven moment naar de serie B. Begonnen ze met -9 punten. En toen waren die Agnelli's naar Buffon, Del Piero, Nedved... Die grote jongens. En hij heeft gezegd, jullie moeten echt blijven. Ja. Want Ibrahimovic ging weg. Die ging naar Inter of zo. Die had er allemaal geen zin in om in de tweede divisie. Dat vond ik mooi. Maar ze bleven wel, hè? Ja, ze bleven. En toen promoveerden ze ook weer. Ja, en die Buffon zei, ik heb een miljoen in moeten leveren. Maar dat maakte me niks uit. En ja, die maken het ook allemaal mooier dan het is natuurlijk. Nou, ik denk niet dat er een man is die je makkelijk iets weigert. Als hij de kleedkamer binnenkomt en een beroep doet op je oom. Nou, je moet hem echt kijken. Dat is zo'n mooie kerel. Heb je die niet ontmoet dan? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Nee. Nou, met wie ging jij dan allemaal bij Juventus? Boniperti. Oh ja, Boniperti. Die erevoorzitter. Ja, die deed de onderhandelingen. Ja. En wie zat er later? Bettega. Bettica, ja, klopt ook. Roberto Bettica, ik ook nog gehad. Ook wel allemaal persoonlijk. Even. Maar wel. Maar Agnelli. Dat binnenkomen en die kostuums en die uitstraling. Ja, mooi. Charisma. Mooi man. Ik vind het een bijzonder land. Ja. Nog steeds, op elk gebied trouwens. Maar is Turijn een mooie stad, Wim? Nou, toen ik er woonde niet. Hoezo? Maar het is, nou ja, het was echt vervuild. Het is echt een fabriekstad, weet je. Maar het ligt wel mooi in die heuvels en zo. Een mooie bruggen, mooie straten. Maar het is nu helemaal... De winterspelen waren in Turijn 20 jaar geleden of zo. Ja, toen zag je wel weer die grandeur. Het is wel een hele rijke stad, weet je. Want al die industrieën die zitten in het noorden natuurlijk. Dus het is wel een mooie stad en de omgeving is mooi. Nou, we zijn in zijn oude huis geweest in Turijn, op het balkon. Dat was wel een fenomenaal uitzicht. Ja. Over de stad, de Mont Blanc. Over die bergtoppen. Ik zag de Mont Blanc. Ja. Die zag ik nooit. Toen vroeg jij, toen zei je nog tegen mij van... waarom heb ik dit eigenlijk ooit ingereld voor Bergijk? Ja. En dan was er veel rivaliteit daar tussen die twee teams? Nee, want dat Juventus dat was veel groter dan Torino. Weet je, dat Torino, dat was zeg maar in de eind jaren 40, begin jaren 50... werden ze 4 of 5 keer kampioen achter elkaar. Was het hele nationale elftal, speelde de 9 van Torino in. Ja.
En daarna is dat... maar goed, die konden nooit echt in de grote met Juventus mee financieel en zo. Dus ja, Torino die haatte wel Juventus. Maar Juventus had zoiets van, ja, dat is allemaal wel. Ik vind het allermooiste verhaal eigenlijk van Torino... dat er ooit een speler is geweest, een soort George Best van Torino. Een gozer met lang haar die overal scheid aan had en slaloman door het leven ging. Ja. En die is na afloop van de wedstrijd, nadat hij gescoord had, is hij dat gaan vieren. En die is aangereden door een jongen die net zijn rijbewijs had. En die jongen werd uit die auto gehaald. En die bleek er precies hetzelfde uit te zien als die speler die hij aanreed. Nee. Hij had ook een foto van die speler op zijn dashboardkastje en zo. Bleek zijn grootste fan te zijn. Echt? Die gozer reed dus zijn eigen idool aan. Die had even ervoor in de stadion staan juichen voor het doelpunt. En die reed hem aan. Ik geloof binnen 48 uur was die speler gestorven. En dat is wel een beroemd verhaal. Maar het mooiste van alles nog is dat die gozer is later arts geworden. Die jongen uit die auto. Ja. Die is later arts geworden en een vermogend man. En die is uiteindelijk voorzitter van Torino geworden. Nee. En die heeft de club bijna of zelfs technisch failliet laten gaan. Nee. Dus hij heeft eerst de grootste speler aangereden. En later is hij als voorzitter. Hoe heet die dan? Die speler heette Luigi Meroni. Huh? Oké. Okay. Ja. En hoe die voorzitter heet, dat weet ik niet meer. Dat is wel een heel bizar verhaal. Ja, dat is echt gebeurd. Ja. Maar dat heb je in Italië natuurlijk veel meer dan in Nederland. Ik was geblesseerd op een gegeven ogenblik. Ik speelde bij Torino en die moesten spelen. 'S Middags, ik weet niet meer tegen wie. Maar ik dacht, nou ja, ik ga wel even die wedstrijd kijken. Maar ik ga eerst even lunchen. Het sneeuwde heel hard. Het sneeuwde zo gek. Dus ik ging lunchen en ik denk wel dat ik iets te veel wijn op had. En ik slip... Op de hoofdweg van Torino slip ik zo tegen drie stilstaande auto's aan. En ik denk, god tering, nu heb ik wel echt een probleem of zo. En dan kwam er zo'n politieagent aanlopen. En die zei, loop maar mee, ik kan beter hier, jij moet hier weg of zo. Ja. En die hebben me gewoon naar huis gebracht, of naar het stadion gebracht. Ben je gewoon die wedstrijd gaan kijken. Ja, zo gaat dat. In Nederland hangen ze het liefst op natuurlijk in één keer. In Nederland heb ik ook wel eens... Ik zal geen namen noemen, want dat vindt hij niet leuk. Maar in de jaren 90 zijn er ook Feyenoordspelers geweest... die werden 's nachts om 3:30 de auto tegen een tram parkeerden. Per ongeluk. Nee, kwam er heel snel iemand, die reed die auto weg... en heel snel iemand anders die bracht die speler thuis... en dan hoorde hij verder nooit meer iets van. Nee. Nou, ik weet ook nog wel. Maar toen was er nog geen Twitter en geen mobiele telefoon. Geen fotootjes. Je hebt geen zin om weer dat verhaal te vertellen, toch, met Subir. Ja, we moeten constant hetzelfde vertellen. Ik heb natuurlijk wel... één ding tussendoor. Obiku, had je het vorige week over. Ja. Dus Obiku, Feyenoord, met God verhalen. Ja. En ik krijg een appje van een Feyenoord-fan. Die zegt, ik heb er nog één voor jullie. Weten jullie dat Obiku, die werd geïnterviewd of gevraagd... weet jij dat met God bij Real Madrid heeft gespeeld? Waarop Obiku zei, dat kan niet, want hij rijdt in een Opel. Ja, dat zou kunnen, ja. Die vond ik wel grappig, die vond ik leuk. Dat zou kunnen, want hij vond het ook heel raar dat Van der Herik... Hij heeft een keer gezien dat Van der Herik het stadion binnen kwam rijden. En toen zei hij, ik dacht dat die man de voorzitter was. En toen zeiden ze, ja, dat is ook de voorzitter. En die zei, hoe kan dat nou? Hij heeft niet eens een chauffeur, hij rijdt zijn eigen auto. Ja, dat soort dat vond hij heel vreemd. Eigenlijk een vooruitziend mens. Ja, nee, maar zo ging dat in zijn omgeving in Afrika. Als je de voorzitter van de voetbalclub was, had je sowieso een chauffeur. Anders was je niet serieus te nemen. En bij een grote club rij je in een Ferrari, in een Opel. Nee, precies. Ja. Ja. Nou, oké. Nou, een hele goede bijdrage van deze. Maar het is ook wel weer geweldig, Wim, dat je... jij hebt misschien even gekeken dat die president of de koning van Ivoorkust, die had dus een overhemd aan en zijn vrouw een jurk daarvan. Ja, ja. Zoals je ook wel eens mensen in zo'n rood windjack op een fiets van de ANWB ziet rijden. Dat is toch geen gezicht? Ja. Ja, maar je lacht je gek, joh, met die Afrika Cup. Het is geweldig. Ja. Het is echt een bron van krankzinnige verhalen ook, elk jaar weer. Hè? Ja, waanzinnig, man. Maar wat was het verhaal van Zuurbier? Niet het verhaal van Zuurbier, maar ik weet nog dat ik met Gullit... daar hadden wij allebei een Opel. En toen waren we uit geweest. En die lul die stopt voor oranje stoplicht. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet wel gewoon oranje moet je wel doorrijden, vind ik. En die stopt en ik rijd er toch in. Jezus, Mina. Het was in plaats van twee Opels, waar het was één Opeltje geworden. Die zo in elkaar. Ruud zegt, wat nu? Ja, je zet maar op de stoep, dan gaan we wel met een taxi terug naar huis. Ze hebben op de stoep gezet. En komt de volgende dag komt die Kees Ploegsma. Die komt de kleedkamer in. Hij zegt, jongens, van wie zijn die twee Opeltjes... die helemaal tot los in de stad staan? Ja. Nou, dat doet mij weer denken, omdat we het nou over auto's hebben... en over Ivoorkust. Dat vroeger bij Feyenoord speelde Bonaventure Kalou. Die oudere broer van die Salomon. En die leeft ook een beetje op zijn eigen planeet.
Dat zag je in het veld wel, maar buiten het veld leefde hij ook op zijn eigen planeet. En die ging naar Ivoorkust toe, dus die reed naar Schiphol. Die parkeerde zijn auto voor de deur, stapte uit, stapte het vliegtuig in. En die kwam 3 weken later terug, auto weg. En die dacht, ja, nou, het zal wel. En die nam een taxi terug naar Rotterdam en die ging naar bed. En de volgende dag ging die trainen. Die kwam met de taxi naar de Kuip, met de taxi weer weg. De volgende dag weer met een taxi. Dus na 3 dagen vroeg er iemand, waarom kom je eigenlijk de hele dag elke keer met een taxi? Hij zei, ja, mijn auto is gejat, denk ik. Ik weet niet precies. En toen gingen ze navragen wat er was gebeurd. Ja, had hem echt voor de deur van de vertrekhal gezet. En hij was weggesleept. Hij had het verder zo gelaten. Nee, dat kan daar. Dat is goed, hè? Dat kan daar. Ja, in die landen waar hij... Ja, ja. Dan kan je gewoon voor, dan kan je hem in de vertrekhal zetten. Ja. Dat is ook goed. Gaan ze nog wassen? Ja. Nee, maar ik zat... Daarom, ik noemde nu net die naam Frank Kramer. Want ik was benieuwd. Daar moest ik aan denken. Ik zat vanochtend een stukje terug te lezen. Wat ik met hem heb gemaakt. Naar aanleiding van die Afrika Cup. Ja. Maar daar hebben jullie toch nog tegen gevoetbald, denk ik, of niet? Net niet. Net niet? Net niet. Oh. Ik volgens mij ook niet. Nee, ik weet nog wel een keer dat hij... Net niet. Tegen Kramer, ben je speelde Johan. Volendam. Johan in Haarlem. Ja, met hem, bij Haarlem. Met hem. Ja. Ik weet wel, kapot. Ja, ik ja, weet ja. wel dat hij bij Ajax ooit werd uitgescholden voor homo de hele tijd. En toen deed hij dat broekje ja, tussen. Een beroemde VI-foto is dat, ja. Ja, ik moest wel verschrikkelijk lachen. Die nou, foto... je had altijd wel bij Frank Kramer dat je wel wist als Frank Kramer commentaar gaf dat er geen grote wedstrijd was. Nee. Maar hij maakte het... Ja, maar het maakte hem niks uit. Dat vond ik wel heel goed. Die gozer heeft een raar leven gehad, hoor. Die is leraar Duits geweest. Die ja. is zanger geweest van een popgroep. Ja. Die is steward geweest steward bij de Lufthansa. Ja. Maar ja, hij vertelde het. Ik ben een hele nacht... heb ik met hem in het Olympisch Stadion gezeten, waar toen Eurosport zat. Eurosport zat hij daar, ja. Zat hij daar te wauwelen in die microfoon, natuurlijk bij die wedstrijden van Burundi tegen Senegal of zo. Maar toen vertelde hij dat hij eigenlijk heel veel aan dat voetbal te danken had. Daar werd hij ook een beetje emotioneel van, omdat het voetbal gaf hem altijd de tweede kans, zei hij. Hij maakte dan heel veel fouten, zoals bijvoorbeeld die foto dat hij zijn blote kont aan de F-site liet zien. Maar het werd hem altijd weer vergeven. En hij zei, dat is bij mijn andere baantjes nooit geweest. Ik ben overal weggestuurd. En toen zei hij, toen ik leraar was op een school, is een keer weggestuurd omdat een jongetje was vervelend. En toen zei hij, Diederik Jan, ben jij als baby van de commode gevallen en toen op je achterhoofdje terechtgekomen? Want jij doet zo raar. En toen hebben ze hem eruit geschopt. Ja, dat vind ik zo goed als je dat soort dingen doet. Dat mocht niet. Toen al niet. Dat mocht toen al niet. Toen al niet. Maar ik dacht dat jij hem nog net had meegemaakt, nee, zo eind jaren 70, begin jaren 80. Nee, oh, ja, okay, net niet. Okay. Hm. Hey Wim, ja. Ik heb gekeken... Ik ben de enige aan deze tafel die gekeken heeft ja. naar de gevaarlijkste wegen. Ja. En wat zat je soeverein achter dat stuur in dat Tunesië? Ik heb dat meisje al die berg over gebracht. Geloot, als Genghis Khan. Dat was een hachelijk avontuur. Ja, ik zou het er graag over hebben, maar deze twee oetlullen... Nee, maar vertel, hoe oud was dat meisje, Wim? 23. Ah, het was te oud. Nee, het was wel leuk. Ja, het was hartstikke leuk. Nee, het was leuk. Maar was eng? Nee. Om te rijden? De indruk wekken ze er altijd. Maar... Jawel, een paar stukjes wel. Die waren een beetje gevaarlijk door die woestijn en zo. Dat was zo veel. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was mooi ook. Ik had laatst nog iemand van de redactie van hoe heet ze nou ook weer, die blonde, die presentatrice. We zijn allemaal blond. Chantal Jansen. Oh, ja. Chantal Jansen. Ik had laatst nog iemand van de redactie van Chantal Jansen, dat die mij belde dat Chantal blijft slapen. Ja? Dat hij mij belde en zei ja, van, ja. Wil jij met Chantal blijven slapen? Ik zei, ja, prima. Ja, maar dan blijft Chantal ook echt bij je slapen. Ik zei, ja, maar één ding, ik neuk er wel dan. Dus, zo voorspelbaar. Dus die vrouw zegt, maar hoe bedoelt u dat? Ik zei, nou, zo ik het zeg. Ik zeg, er komen geen vrouwen bij mij binnen die ongeneukt de deur uitgaan. Dus die vrouw zegt, dan gaan we het even met Chantal overleggen. En? Nooit meer wat gehoord. Ja, man. Die belt weer met die Chantal. En die belt terug naar mij. En die vrouw zegt, meneer Van der Grijpen, dit is toch een grapje? Ik zeg, nee, dit zijn geen grapjes. Dit meen ik. Toen zegt ze, dan wil Chantal dat liever niet. Dat vond ik zo leuk. En diezelfde vrouw was laatst bij ons programma voor Shonies of zo. Die zei toen, ja, wij hebben het er toen echt over gehad. Of ze het waren dat, doen. Dat het gek, dat u dat zei, dat vonden ze gek. Ja, en dat vind jij dan weer gek. En dat vind jij dan weer gek. Ja. Dat zit niet serieus nou. Er is dan nog een keer een mevrouw uit België geweest bij jou thuis. Daar was ik ook bij. En die wilde in de tuin blijven slapen, geloof ik. Die wilde de tentje in de tuin zetten. Ja. Waarom dan? Ja, weet ik niet, Wim. Voor het programma, leuk voor de beelden of zo. Geen idee, ouwe reus. Jij zegt allemaal nee op, hè? Wat Wim doet, de gevaarlijke wegen nu en dat soort dingen. Jij zegt overal nee. Ja, maar ik kan ook niet. Ik kan alleen het weekend. Ja. Want hoe lang ben je geweest daar, Wim? Een dag of 5. Is dat land nog wat?
Ja, het is wel een, ja, het is wel een mooi land, maar het is heel arm en het is een beetje vies. Tunesië hebben het ook. Ligt aan zee, hè? Ja. Ja, Noord-Afrika. Ja. Ja. Nee, het was hartstikke leuk. Nee, toen speelde nog een beetje... toen was de vrouw van Johnny die overleed. Oh, toen. Dat is waar. Ja, toen ja. Heb je dat opgenomen. Die overleed toen jij daar was? Ja, toen zat ik daar maandag. Nou ja, ik wist wel dat het eraan zou komen. Dus ik had gezegd, nou ja, luister, ik weet niet wanneer die... de begrafenis is, want ja. Dat weten ze niet, het is net gebeurd. Ik zeg maar, ik ga wel naar huis. Als ja, tuurlijk. Maar goed, dat was dus later. Ja. Dus dat was wel... nee, maar het was echt hartstikke leuk. Ik heb echt heel erg naar mijn zin gehad. En het, weet je, het is ook weer niet zo commercieel allemaal. Dus het is best wel... ja, leuk. 5 dagen vakantie, jongen. Ja. Leuk. Wat is het volgende waar we je terugzien? Wie is de mol? Is dat programma niet weer met die commando-training? Je krijgt gezeik. Dan zal ik me weer eens voor je krijgt zoals met die Chantal Jansen. Je bent wel altijd van het gezeik af, zo die Ali B nu heeft. Je kan beter van tevoren zeggen. Beter van tevoren zeggen. Niks aan de hand. Hij is ook de enige die zelf een quitclaim laat tekenen, weet je wel? Door de presentatrice in plaats van andersom. Hey, weet je wie er naar Nederland komt? Nou? Cantona. Ja, komt zingen. Gaat zingen. Komt zingen, ja, heb ik gelezen. Heel ja. Erg slecht zingen. Ik heb een stukje gezien, het is echt niet ik heb nog van... Het gekke is dat ik heb het laten horen aan een paar mensen. Die vonden het zeker mooi. En er waren nog een paar mensen die vonden het niet slecht. Een beetje... Jan Derksen zeker. Nee, die vonden het een beetje ongrollen. Weet je ook weer, die dat ook in Amerika... Leonard Cohen. Ja, die praat gewoon. Hij praat gewoon. Ja. Dus het is geen, een soort podcast met muziek het eigenlijk. Het is een soort podcast met maar muziek. Maar Cantona, ja. Dat is wel grappig. Op een gegeven moment is er een wedstrijd. Arsenal, Man United. In tijd van Bergkamp, ja. Etc. En Cantona speelde bij Man United. Ja, echt waar? Toen nog, ja? Okay, ja, toen die speelde tegen elkaar. Oh, ja. Oh, ja. En in het oude Highbury Stadium. Ja. Nou, en ik ben daar toevallig. En ik heb nog nooit zoiets gezien. Dus die, het was allemaal wat vrijer. Dus Arsenal die begint aan een warming-up. Allemaal wat relaxed als tegenwoordig. Ja. Man United doet ook zijn dingetje zo. Maar één man is er niet, dat is Cantona. Mm. Op een gegeven moment, je ziet dat stadion, dat zie je, dat gaat iets voelen. Dat, wij als voetbalmensen begrijpen dit. Ja, waar is hij en nou? Ik zat ook in die tribune in de Integrabel, hij is er niet. Ja. En op een gegeven moment, dan zie je die schermingen daar. En daar kwam die aanlopen uit die tunnel. En hij had ook dit, hè, dat kraagje. Ja, dus kraagje omhoog, ja. Hij komt uit die tunnel... En Bergkamp zei ook later, dat was gewoon met Henri en alles. Hè. Dat was vast geen domme elftalletje. Wat nee, een goed elftal, die man. Die keken, alles keek. Alles stopte. En hij kwam zo uit die tunnel. Dat was groot, hè. Oh. En dat hele stadion ging los. Oh, ja? Het Arsenalstadion. Echt, joh? Helemaal uit het dak. Oh. Hij loopt dat veld op. En een Man United-speler speelt de bal naar hem. Hij kijkt zo om zich heen. Laat die bal lopen. Draait zich om en gaat terug. Stadion helemaal los. En ik zei later... dit is geweldig. Ja. Hij zei, er zijn niet veel spelers die dit kunnen. Dit was gewoon... En die blik, die ogen... Nou, een hele stoere kop uit die gozer. Ja. Dat is ook wel een filmster om te zien eigenlijk. Zo piratenachtig. En ik denk, de rillingen liepen zo... van, dit kunnen maar een paar mensen ter wereld doen. Ja. Ik vond het geweldig om mee te maken. Beste aankoop ooit, hè? Zegt Ferguson over Cantona. Oh ja? Kwam van Leeds, hè? Leeds United. Van, ja. Voor niks, hè? Voor niks. Ja. Toen begonnen ze winnen, toch? Toen onder de miljoen. Toen begonnen ze winnen. Pond, volgens mij. Ja. Wat is nou dat beeld ook dat die... Wie is dat nou? Die Vinnie Jones die hem probeert... Oh, echt... die geeft hem een schop. Ja, en hoe die dan heel soeverein... Nee, maar hij die schopt hem echt de lucht in. Ja, ja, ja. Maar hij kwam weer op twee benen terecht. Ja, het was net een turnoefening. Ja, en toen deed hij gewoon net of hij niet geraakt was. Ja, dat was goed, hè? Dan is het hele... Dat is zo ontzettend goed. Dat hele effect is weg. Die gaf hem zo'n enorme doodschop en hij kwam op twee voeten terecht... Hij liep gewoon net of er niks gebeurd was. Nee, net of er niks gebeurd was. Dat is goed, hè? Dat moet je wel kunnen. Ja. Ja. Hij is wel een sterke gozer ook, trouwens. Ja. Maar de uitstraling van hem... Ik zat ook nog eens een keer in Barcelona. Ging ik lunchen, volgens mij met Richard Witsje in die tijd. Die speelde bij Barcelona. En we komen in een restaurant binnen en daar zat hij met een baard. Had hij nu heeft hij een baardje. Ja. Ja, had hij toen ook op dat moment. Met zijn vrouw, ik neem aan dat het zijn vrouw was... zat hij te lunchen, maar hij had een uitstraling... heel kalm, heel rustig. Ja. En die Richard komt binnen en die zegt... ja, dat is Cantona. Ja. Hè, Barcelona. Ik vind dat ook wel twee hele dat grote... Twee hele grote uitersten, Richard Witsche en Erik Cantona. Ja, maar het respect wat hij toonde. Ja, ja. Hij ging ook gedag zeggen bij hem, we zeiden gedag. Ging zijn zegelring kussen. Nou ja, zover ging het niet, maar er zijn spelers... Ja, die staan erboven. Die hebben een charisma... Ja.
En Maradona is al beter, maar er zijn spelers... Dinges heeft dat ook, hè? Die Ibrahimovic, dat heb ik ook. Zlatan heeft dat ook. Maar daar zijn mensen meer bang van. Nou, ik heb hem wel eens meegemaakt, dat was toen met Thijs Slegers, toen hij nog leefde, en Andy van der Meijden in Parijs. Ja. Dat vond ik een van de meest sympathieke en hoffelijke wereldsterren die ik ooit heb meegemaakt. Wie? Zlatan? Ja, Zlatan toen. Hoe die toen deed. Niet zozeer tegen ons, maar tegen iedereen. Tegen die mensen van het hotel en die vrouwen die koffie kwamen brengen. Ja, gewoon tegen de fotograaf. Zo van, heb je genoeg? Moet ik niet nog even naar het dak of weer niet wat buiten doen? Ja, ik denk dat hij zijn uitstraling meer had naar de mensen die, ja, die hard waren, kon hij hard aanpakken. Hij was ook heel goed voor Thijs, hè? Want die waren echt wel bevriend. En hij heeft toen ook zo'n boodschap ingesproken voor hem, heel gemeend. Dat was echt een persoonlijkheid. Die maar je hebt natuurlijk veel Nederlanders, weet je wel. Zeg maar, ik zat een keer op Ibiza. En toen kwamen er allemaal Nederlanders naar mij toe. Die zaten dan te eten bij Leo of zo. Ik ben daar nooit geweest. Dat is meer voor de jeugd, volgens mij. En die zaten dan in Ibiza te eten. Dus zat Messi er met Suarez en Fabregas. En toen zat Ruud er ook. En toen zei die man tegen mij. Hij zei, ja, die Messi kwam gewoon even gedag zeggen tegen Ruud. Dan denk je, je snapt niet. Dat zijn topvoetballers onder elkaar. Ja, ik bedoel, dat is... Ja, zo'n respect. Ja, dat is de normaalste zaak van de wereld, man. Ja. Want wij, kijk, dan doen wij... Dat is dan wel typisch Nederlands. Hè? Doen net over Ruud alsof het... Dat normaal is. Maar Ruud was geen normale voetballer natuurlijk, hè, Rob. En Van Basten ook niet, hè? Zeker. Van Basten ook niet. Drie keer Europees speler van het jaar, hè? Drie keer Ruud, één keer Europees speler van het jaar, één keer beste speler van, twee keer beste speler van de wereld. Weet je, dan ben je niet een wereldster. Doorsnee. Dus dat, maar ik denk dat hun respect meer in het buitenland ligt dan hier. Ja. De Nederlander heeft iets met... Jij hebt toch altijd gezegd dat Van Basten in Italië had moeten blijven wonen? Dat zeg jij toch altijd? Nee, ik zei dat hij daar trainer had moeten worden. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ik dacht dat jij een keer tegen mij zei... Van Basten is iemand die wil eigenlijk geadoreerd worden. Nee, juist niet. Dat zei ik. Ja. Echt? Ja, die werd helemaal knettergek in het Italië. Ja? Kijk, die Ruud die kon daar goed mee omgaan. Ja, die vond het leuk. Die groeide erover. Die Marco vond dat vreselijk. Ja, dat vindt echt vreselijk, ja. Bedoel je dat... Jij vertelde over Ruud in Italië, dat vond ik wel leuk. Jullie waren natuurlijk erg goed bevriend. Ja. En dat die Ruud die dreadlocks had... en dat hij tegen René zei, als verhaal niet klopt, hoor ik het van jou al... dat hij op zo'n Vespa scootertje door Milaan reed... En dat hij zei, daar word je helemaal gek van, hè? Iedereen herkent je. Ja. Maar ik vond het wel mooi bij de presentatie van Basten zijn biografie in de stad Schouwburg. Waren die drie, alle drie even bij elkaar, hè? Op het podium, best wel uniek met Rijkaard erbij. Ja. En toen vroeg die verslaggever, die presentator Okhuizen van het Parool, die vroeg... hoe was dat nou eigenlijk voor jou, Ruud, in dat Milaan van die jaren? Hij zei, nou, ik werd helemaal gek. Ik kon gewoon door de straat. Alleen als ik in een auto zat, kon ik even alleen zijn. Maar al heel snel werd ik dan ingesloten. Hè? De scootertjes. Hij zei, en als ik ging eten, dan heel vaak dan kwam de politie binnen. En dan zeiden ze, Ruud, je moet even naar buiten. Want er staan 1000 mensen staan buiten. En de hele verkeer loopt vast. Zwaai even naar die mensen. Dan gaan ze weg. En hij zat dat te vertellen. Hij vertelt goed trouwens, die Gullit. Ik kan echt een avondvullend programma mee maken. Ja. En toen vroegen ze aan Rijker. Had jij problemen ook? Ja, had jij dat ook? Zei Rijker, nee, maar ja, ik had het niet. En Marco ook niet. Hij zei, Marco is heel bescheiden voor zo'n wereldster. Die zat het liefst thuis. En ik zat ook het liefst thuis. En toen vroeg die gozer, wat deed je dan thuis? En zei hij, nou, meestal belde ik wat mensen op om te zeggen waar Ruud aan het eten was. Ja, maar was wel goed. Maar hij zei letterlijk van, hij was een geweldige bliksemafleider voor ons. Ja. Want wij hielden niet van die interviews en aandacht. Hij wil, hij groeide erdoor. Ik ben natuurlijk vaak met Ruud uit eten geweest in Milaan. Gewoon ook een keer meegemaakt. Gewoon 4 mensen van het tafeltje werden getrokken. Moest gewoon weg. Ja. Moest weg? Ja. Omdat hij binnenkwam? Ja. Omdat hij die tafel moest hebben? Ja. Ja. En voor je verder niet gênant? Dat vond ik heel gênant. Dat vond ik heel gênant. Dat was ook een gezin met 2 kleine kinderen. Ja, dat vond ik heel gênant. En 1 kind was gehandicapt. Heel gênant. Die was ook jarig, die andere. Die was jarig en gehandicapt. Kijk, ik zat te vertellen over die... ambulance voor broodjes. Eindelijk wordt die opgehaald. Weer broodjes. 47 broodjes besteld. Ik zag wel meneer Van der Sar. Dus Edwin, hij bent... Wie? Breng hem even binnen. Is Edwin. Dat is leuk. Niet met die gekke handschoenen aan de tafel. Dat kunnen we er niet bij hebben. Maar maar dat zag je ook in die documentaire over het Juventus. Hoe gek die mensen zijn. Laat die even binnen zitten. Hoe gek die mensen zijn. Maar ga je even lopen even naar hem toe dan? Binnen zitten, joh. Wacht even. Niemand zit eruit te lullen. Hij is nerveus voor Edwin. Nee, helemaal niet. Maar die voegt niks toe.
Nee, nee, we gaan geen gast in de podcast, hoor. Hé, hey, zo onaardig. Die voegt niks toe. Nee. Oh nee, hoor, er komt alleen maar onzin uit, hè. Ja, er komt alleen maar onzin uit. Kijk, oh, dus, ja, hij heeft helemaal geen last meer van zijn knie. Hé, hey, Rob, heb je nog last? Zag je dat? Hé, hey. Nou rent hij opeens. Ja, ja, zeg. Ja, is al niet te geloven. Maar jij vindt verder dan verder vind jij dat het goed gaat met je, zeg, Rob, verder. Hey. Nee, het is toch niet te geloven. Je kan ook nee zeggen gewoon. Ja, tegen Rob Jansen. Ik sta maar één stoel, dus die is gewoon lekker. Ziet er wel goed uit, jongen. Ja. Nee, ga er zitten, Rob. We kunnen niet zonder jou. Ja, wat jij we kunnen heel goed zonder Rob. We gaan handballen. Ja, we leggen het allemaal zo vaak. Edwin Ajax. Ik denk, ja, daarop. Hey, en hoe is het met je gezondheid? Hoe is het met je gezondheid, ouwe reus? Ja, goed. Goed, man. Nergens last meer van. Helemaal nou, geen dingetje. Geef even jawel. Geeft iemand zijn koffie? Ja, geef even wat een watertje eerst eigenlijk. Nou, nee, het gaat goed. Maar je hebt totaal geen schade? Nou, totaal geen schade. Weinig, denk ik. Dat is lekker, man. Maar ik heb ook nog geen dag van op kantoor gezeten tussen 8 en 7 bijvoorbeeld. Hè, moet je ook niet meer doen. Met de OR-vergaderingen en dat soort tafelen. Ja. Dus nee, gaat goed. Je ziet er goed uit. Ja, je ziet er prima uit. Ja, maar ze wist dat de camera was geweest. Dat ik wat acties aan aanbewijzen, Willem. Was je op vakantie geweest? We zijn even lekker naar het Caribisch gebied geweest. Ik ben bruin, ja, dus ik geloof dat, dat Rob inderdaad ook een leuk plekje daar hebt. Ja. Waar was jij in Curaçao? Nee joh, er zijn alle Nederlanders. Dus plekken zoeken waar je het lekker, waar je het lekker kan hebben. Ik zat op Bonaire, daar gaan die mensen om 7 uur eten. Die zitten half acht in een auto. Ja. Ik zat eigenlijk elke avond om 8 uur. Ja, 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 acht uur zat ik thuis met mijn vrouw. En toen? Dan moet je van 8 tot 12 tegen je vrouw praten. En toen? Ja. Nou, dat lukt niet. Nee. Kan ik weer weg? Dat zei ik tegen mijn vrouw. Ik zei, joh, ik ga naar binnen, want ik heb last van muggen. Ja. Ja. Hé, Edwin, we hadden het over... Wat komt ernaar? Nee, we hadden het ook. Maar we hadden het ook over met Gullit in Italië. Hoe die mensen allemaal op hem afkwamen. De hele tijd in Verbas zat er niet zoveel zin in. En Frenk ook niet. Maar jij hebt natuurlijk ook een paar jaar gezeten. Hoe vond jij dat al die... Nou, dat was natuurlijk wel voor de periode dat je met telefoontjes en dat soort afdelen. Ja. Maar ja, ik heb zat ook wel eens op terras met mijn vrouw. Ja. Ja, en er komt een kerel met een telefoon. Ja, je bent live in uitzending. Kan je even wat zeggen over de wedstrijd van gisteren? Zoals hier eigenlijk. Sorry, een beetje zoals hier. Ja. Ik loop er wel 20 jaar achter. Maar heb jij ook die... Ik vond het niet zo. Ik vond een heldenverering is niet helemaal mijn ding. Nee, als je weet ik. Bij de tankstation stond inderdaad, voor de wedstrijd of na. Want, heb je kaartjes voor zondag, 2 kaarten of als je ergens gegeten had... Natuurlijk, de rekening is leuk dat die doorgescheurd wordt. Ja. Maar volgende keer als je komt, neem je wel je trui mee. Neem je wel een keepershirt mee. Ja. Dus dat soort dingen. Maar heb jij Gianni Agnelli ontmoet? Leefde ze die toen nog? Ja. Dat was wel een man. Dat was een mooie man, die Gianni. Dat was wel nee, Wim is helemaal vol van. Want die heb gisteren een documentaire over Juventus zitten kijken. Okay. Op Viaplay. Die gaat eigenlijk over Gianni Agnelli. Jij zegt dat we die moeten kijken, hè? Ja, ik vind het voor de geweldige deel. Ja, we gaan was in de voorbereidingswereld een wedstrijd in Villa Parosa. Dat vertelde ik. Kwam je naar het dorp eigenlijk van waar ze woonden. En daar speelde dan een oefenwedstrijd. Dus dat was inderdaad een uurtje van terrein, denk ik of zo. En dan was hij daar. En dan, je moet hem echt kijken, die docu. Ik denk dat ik hem gezien heb. Ik weet niet of het een hele nieuwe is, maar vorig jaar heb ik er wel eentje gezien. Was dit een nieuwe, Wim, die jij hebt zitten kijken? Ja, ik had hem al een keer gezien. Dus hij zal ongetwijfeld er een tijdje. Maar kwam hij bij jullie wedstrijden? Of kwam die niet? Dat denk ik wel. Ja, natuurlijk als speler ben je daar dat moment niet zo heel erg mee bezig, inderdaad. Maar die, ik denk wel dat hij, want die leefde toen alle twee nog. Hij was toen wel wat ouder al. Het was niet, hij was een prachtig man. Maar hij was ongelooflijk in Italië. De grootheid van deze man is angstig. Als hij die 2 horloges terugkomt, hierheen. Oké, okay, 2 horloges had, maar wel natuurlijk had hij een speciaal overhemd laten maken. Want voor mij een horloge kon niet op zijn huid. Dus je had een speciaal manchet had hij. Ja. Waar dan in dat manchet eigenlijk, dat zat dan een horloge, zat het horloge in. Serieus? Ja. Dat is ook goed. Geweldig. Nou, meer nieuwtjes. Dit vind ik een heel goed detail. Dit. Nee, en waar we het ook over hadden, omdat hij kwam zingen in Nederland, is Cantona. Heb je daarmee gespeeld? Nou, ik ben 53 inderdaad, maar nee, dat is net niet voor mij. Ik ben een andere nummer 7 gespeeld. Ik speelde met Ronaldo met Cantona. Hoe oud is Cantona? Maar jij hebt hem wel meegemaakt. Hoe oud is Cantona? Nee, maar hij kan toch wel eens kijken bij jullie? Nee. Nee? Nee. Wauw, die is jongens leeftijd. Echt een hele tijd van het voetbal. Cantona is dus zeker in de 60 ondertussen. Die was iets ouder dan wij waren. Ja, zeker. Is hij na Manchester nog ergens anders gaan voetballen?
Goeie vraag. Nou. Zoek, normaal zoekt de redactie dat op, maar ja, de redactie is vrij. Ja, maar de redactie zit in Frans. De redactie is Frans. Maar werd wel gepasseerd door die Franse bondscoach. Ja. En toen werden ze Europees kampioen. Maar hij zei toch... Die zetten hem eruit. Ja. Kan je het nog herinneren? Nee, ik, heel Frans, ik heb laatst zitten kijken. Dat was ook een goede documentaire op Netflix, Anelka. Nee, die heb ik nog niet gezien. Echt leuk, die woont in Dubai volgens mij. Die ben ik ook een keertje tegengekomen. Nee, die heb je strafschop gestopt. Nee, in Moskou. Edwin. Die stopte hier maar. Ja, die ben op die. Staat dat allemaal op jouw briefje allemaal? Nee, dat is een broodjes voor jou. Nee, maar ik heb ze net zitten tellen. Kan je dat aftrekken? Nee, Rob, die gaat dus 16 broodjes bestellen, terwijl we met z'n vieren zijn. 85,10 euro in Den Haag kost het duurder dan in Noordwijk dit. Kijk, gaat de boekhouding. Dan trek je die af van de reiskosten. Nee, maar die Anelka... Ik zat toen te kijken, die zaten toen de tijd in de buurt van, volgens mij, van de ene... Dus dat, die kwamen met een voetbalclub, die zaten in een hotel, hè, met Henri. Henri speelde dan bij Monaco. Anelka speelde bij Paris Saint-Germain, toen hij 14, 15 was. Hè. Mm-hmm. En die kwamen de hele week bij elkaar, met de beste talenten. En iedereen, Thierry Henry, iedereen zei Anelka was... Dat was het grote talent. Dat was een wereldtop. Als je het toch over Anelka hebt eigenlijk, dus... Wij speelden Rode SC uit met Ajax. En ik had maakte een weekendje van met mijn vrouw. We zaten in een Kruisherenhotel in Maastricht. En dus we hadden gegeten. En ik kom die lobby binnen daar eigenlijk. En Anelka stond daar. Ja. Maar die waren net toen... Hadden ze ingekocht bij Rode SC of zo. Hij had technisch adviseur zou die worden. Dus, en die zat daar met een mannetje of acht van me zeggen... Zaten ze in dat Kruisherenhotel... Ja, ik denk om kosten van Rodi SC. Ja, zeker weten. Dus ja, de ronde loopt 0-3 of 0-4 of zo. Dus ja. Ik denk, nou, best wel wat werk te doen eigenlijk voor deze mannen. En ik weet niet of dat financieel maar haalbaar is in Kerkrade. Ja. Nee, die moet zich doodgeschrokken zijn. Maar die man heeft ook 16 clubs gehad, hè, Mies? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Voor Madrid, Bayern München. Ja, maar hij ging dus van Arsenal naar Madrid. Was hij amper 20 geweest net, hè? Ja. Je hebt het al wel meegemaakt, denk ik. Maar Mark was je denk ik ook wel bij Mark en Dennis bij Arsenal. De openingswedstrijd was ik bij. Volgens mij was toen scoorde hij. En toen scoorde Overmars ook. En toen liep hij Anelka naar het verkeerde vak. Je bent helemaal niet bij. Maar jij hoort Overmars helemaal niet. Hij liep naar het verkeerde vak, Rob. Maar jij praat niet in de microfoon. Rob. Niemand hoort jou. Dat doe je Hugo. Rob. Ja, dat is een beetje. Jij hoort Mark nooit meer. Ik heb Mark niet meer gesproken. Nee, maar omdat je hem 15 jaar begeleid hebt, je spreekt hem niet meer. Nee, toen hij stopte met voetbal, toen ging hij naar Go Ahead. Ja, dan kan je elkaar toch nog eens af en toe bellen. Ja, maar dat gebeurde die tijd nog wel, trouwens. Ja. En toen ging hij naar Ajax en toen, ik denk dat een keuze ook van hem was. Want hij wilde afstand hebben van makelaardij. Hij was altijd bang dat ze dan zeiden, ja, je zit bij Rob Jansen. En toen verwaterde dat eigenlijk zonder ruzie. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het vak van jou geleerd eigenlijk. Iedereen die aan tafel. Ja, we hebben het allemaal van Rob geleerd. Iedereen aan tafel. Er zit hier nog steeds niemand die zo uit. We zijn allemaal heel dankbaar zijn we hier. We komen iedere week even langs. Maar normaal doe ik het op een vrijdag bij wijze van spreken. Dus ja, dat is veiliger. Dat is veiliger. Dat je iedere week deze show opneemt hier. Deze show ook. Ben je nu achter? Ja, nee. Dat ja, je hebt de Super Bowl. Dat was een show. Maar dit is ook een show hoor. We hebben wel een nieuw tafellakentje tegenaan gegooid. En heb je wel Mochi meegemaakt nu je er toch bent? Zeker. Mochi met zijn 6 telefoons? Mochi en die al die kleine mannetjes die om zich heen lieten lopen. Maar heb je dat ook in die documentaire gezien, Wim? Ja, Mochi. Dat zag je later. Maar ik ken Mochi van Torino. En was hij bij Torino? Toen regelde hij, was eerst bij Torino. Toen ging hij naar Napoli. Wat is Mochi dan? Is dat een voetballer? Nee, dat is een technisch directeur. Die was technisch directeur bij Torino toen hij speelde. Ja, maar die regelde dat met die scheidsrechters. Was hij bij jou? Ja. Ja, dat was precies zo. De telefoon is iets groter dan wel, denk ik. Ja, zeker. Maar hij ging naar Napoli toen Maradona daar speelde. Echt? Maar hij heeft ook meegemaakt dat Maradona de 3 keer positief werd getest of zo. Ja. Ja, toen was het niet meer houdbaar. Natuurlijk voor die club ook niet. Dus dat was hij allemaal. Maar je moet natuurlijk een kunstenaar zijn om in Napels... Dat is veel heftiger dan waar dan ook in Italië, om die club te runnen. En dat kon hij wel. Ja. Daarna is hij weer naar Juventus gegaan. Want die voorzitter van Napoli zit er ook al heel lang, hè? Ja, maar er was eerst een andere. Dat was Verlaino. 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 Dat was ook een bouwondernemer. Uit de tijd van Diego Maradona. Ja.
En Fellaino, die kwam naar Nederland, want die wilde Bergkamp halen op volger Diego Maradona. Ik heb gisteren nog goed te kijken gedaan, Dennis. Oh, ik doe het over. Geen seconde over. Ik heb gisteren de finale van die Afrika Cup zitten kijken. Ik heb jij nog even... Laatste ik heb die 6 minuten kwamen... Die keeper van Nigeria kon er helemaal niks van. Die was 25 kilo te zwaar. Die kon er helemaal niks van, Wim. Iedere bal op doel zat er bijna in. Tjoe, joe, joe. Maar die Fellaino, die heeft daar lang gezeten, hoor. Echt? Ja, heel lang. Ja, als president. Ja. Bij Napels. En die nu? Nou, die ken ik niet. Die Laurentius? Nee, dat is die film... De Laurentius, je hebt de oudere man inderdaad. Ja, dus de filmregisseur inderdaad, de filmpartij inderdaad. Die heeft wel goed gedaan. Wel goed gedaan, maar... Klopt. Die werd kampioen verleden jaar. Ja, maar die heeft ook... Hij heeft een ander soort mores, volgens mij, dan... Andere mensen, denk ik. Denk het ook. Ja, dat hoort er, in Napels is dat wel handig. Het is wel handig in Napels. En hij heeft wel iets... Hij onderhandelt niet. Dus alles wat daar komt... Ik weet dat we een keer van de speler weer bezig waren. Ja. En toen zei hij ook van... nou luister, dit is het. Ja. Alle image rights, dat komt uit die filmwereld. Ja, van de Laurentius film. Ja. Die zijn van mij. En dan zijn altijd met beide handen maken. Nee, maar wij willen dat vrij en dat en dat. En dan zei hij, nou ga toch weg. Hij heeft alle rechten van alle spelers had hij. Ja. En daar kon hij mee exploiteren om weer inkomsten te vergaren. Maar daar kregen die spelers toch wel wat voor? Ja, dus je zegt verkoopt. Nee, ik denk dat het wel Dat heb je nog niet door. Nou, we zijn natuurlijk 2 jaar geleden geweest. Wilden daar tegen. Spreek een beetje met die club inderdaad. En uiteindelijk, voor mij hebben ze iets maar van 120 werknemers. Ja. Geen jeugdopleiding. Dus gewoon eigen stadion. Ja. Dus, speelde Ajax er toen tegen? Ja, 2 jaar. Toen werd helemaal weggespeeld thuis, hè? Thuis wel. Thuis speelde ze goed, man. Het was wat anders, maar... Thuis speelde dat thuis Napels. 120 mensen in dienst. Mensen, maar jeugdopleiding doen ze niet aan. Daar geloven ze niet in. Nee, ze kopen gewoon. Ja. Ja. Veel Italiaanse clubs doen dat, hè? Ja. Hey, maar Rob, hoe is het met jou eigenlijk? Want daar kwam ik voor. Ja. Het is leuk dat ik hier in een uitzending getrokken word. Maak even een wandeltje met Rob. Dan weet je genoeg. Wij stoppen ermee. We gaan die camera's dichtzetten. Dan gaan we echt zeggen wat we van elkaar vinden. Tot de volgende keer.